Dit is nieuwsuitzending nummer 174. En die gaat over het boek Rulers of Evil, geschreven door Frederik Tupper Sossi. En die boekbespreking, dat is al de zoveelste uitzending, die doe ik samen met Jurk Kliesman. En die ga ik nu even bellen. Ja, Perry. Dag Jurk. Ik heb de audio net even gecontroleerd, maar het staat er hier wel goed op. Dus misschien dat de ruis aan jouw kant zit, dat we maar gewoon door moeten gaan. Ik weet het niet. Ik heb dat nog nooit eerder gehoord. En nee. Ik hoor het nu nog altijd, dus maakt mij niet uit. Nee. Ik zeg het je maar, dat ik daar niet van... Allee, ja. Dat ik dat nog nooit eerder had en ik dacht dat het van jou kwam. Ja, dat zou... Ik zou niet... Maar ik heb wel de audio net even... We hebben net een proefopname gemaakt voor de luisteraars. En Jurk dacht dat mijn audio niet helemaal goed doorkwam. Maar op de opname staat hij aardig. Dus ik denk dat we gewoon door kunnen gaan. Nou, dan pakken we hem op. We waren gebleven in hoofdstuk 5. En dan op daarvan dus de ene laatste pagina zo'n beetje. En dat is pagina 55 van de PDF. En pagina 32 van het document zelf. En dan ga ik hem even voorlezen vanaf... Dan pak ik hem even op. Waar we gebleven waren met de pelgrim ging... Met de boot. Ja. Hij zeilde, hè? Ja, zeilde. Dat zeg je voor me niet echt op zijn Nederlands. Maar dat maakt niet zoveel. Iedereen weet wat we bedoelen. Ja, zeg je dan niet zeilde in Nederlands? Nee, volgens mij niet. Hij ging te schip of zo. Ja. Ja. Nou, dan lees ik weer even door dan. De pelgrim, dat is dus Ignatius de Loyola, die ging te boot, te schip, van Barcelona naar de Italiaanse havenstad van Gaeta. En vanaf daar wandelde hij... de overgebleven afstand naar Rome. En daar arriveerde hij op Palmzondag op 29 maart 1523. Twee dagen later, volgens de Vaticaanse archieven, kreeg Ignatius de Loyola, de klerus van de diocese van Pamplona, toestemming van paus Adrianus VI om Jeruzalem te bezoeken. Vanuit Rome ging Ignatius verder naar Venetië, waar een van Karel Habsburgs zijn agenten hem openhartig ontving en hem introduceerde bij de doges Andrea Gritti, de hoogste ambtenaar in de Venetiaanse overheid. Een beroemde diplomaat en taalkundige, Gritti, regelde voor hem een vrije... passage, een vrije reis voor Ignatius met een klein schip waarvan de naam de Necrona was. En het is natuurlijk heel erg toepasselijk voor een evangelist, daarmee wordt Ignatius de Loyola bedoeld, die zijn leven had opgedragen aan de zwarte maagd van de christelijke strijd. Zo. Heb je er iets aan toe te voegen? Nee, ja. Daar is niet veel aan toe te voegen. Dat heb jij goed vertaald. Ja, ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat nu belangrijk is dat we onze luisteraars daar even op wijzen dat er dus op Palmzondag daartoe kwam. Palmzondag is ja de zondag die voorafgaat aan het zogenoemde heidense paasfeest. Oké, het heidense paasfeest. Ah ja, want Pasen is een heidensfeest, dat geen christelijk feest. Kan je dat heel net kort toelichten? Want ik... Waarom dat Pasen een heidensfeest is? Ja, Pasen, in Engels noemt men dat ook Easter, is genoemd naar de heidense goddess Ishtar. Oké. En die Ishtar spreekt men in Engels zelfs Easter uit. Dus dat is een fertiliteitsfeest en dat heeft absoluut niets christelijks te doen. Nee. En een punt aan dat elk klein kind al kan zien dat Pasen niet... dat wegend is wanneer Jezus Christus gekruisigd en gestorven en weer opgestaan zou kunnen zijn, is als je gewoon een keer logisch nadenkt. Omdat Pasen elk jaar op een ander weekend valt. Maar als ik ene keer sterf, dan is dat wel elk jaar dezelfde dag, dat jaar daarvoor dat ik gestorven ben. Dat verandert niet constant, hè? Ik heb ook altijd heel erg verbaasd ben ik erover geweest dat je dus nooit van tevoren weet wanneer het Pasen of Pinkster is. Ja, dat is juist wat ik bedoel. Ja, exact, ja.
Ja, daaraan kun je het zien dat het een heidens wezen dat niks te doen heeft met de crucifixie van Jezus Christus. Jezus Christus werd gecrucifieerd op het Passoverfeest van de Joden, van de Israëlieten. Dat Passoverfeest, dat de allereerste keer, of dat geïntroduceerd werd in feite, op den ogenblik als de Israëlieten in gevangenschap waren in Egypte. En God hun bevolen heeft in de eerste maand van het jaar, in dat weekend, een lam te slachten en dat bloed van dat lam op de deurposten van hun huis in te smeren. Mm. En dat God dan door het land ging en elk huis dat het bloed van het lam op zijn deurposten had, niet ging binnengaan. Uh-huh. En in de andere huizen wel ging binnengaan en de eerstgeboorte, zowel de menselijke als de dierlijke, ging doden. Oh jee, wat een leuk feest, zeg. Ja, maar dat heeft met een feest nu niks te doen. Dat heeft gewoon daarmee te doen. Dat was de laatste plaag die God over de farao van Egypte over het hele land ging laten komen, omdat de farao de Israëlieten niet wilde laten gaan. Mm-hmm. Hij heeft er dus verschillende plagen over het land gezet. En farao heeft altijd zijn hart terug doen laten hard worden. En heeft gezegd van nee, jullie gaan niet. En dus als laatste maatregel heeft God gezegd van ik ga elke eerstgeborene, zowel menselijk als dierlijk, in het ganse land doden. In die nacht. Aha. Maar ik ga mijn volk, de Israëlieten, zeggen dat zij een lam moeten gaan slachten. En met dat bloed de deurpost van hun huizen moeten insmeren. Als je nu eens een keer een beetje logisch nadenkt, wat wil Passover zeggen? Mm-hmm. Voorbijgaan. Hè? Mm-hmm. God gaat voorbij aan die huizen die gemarkeerd zijn als zijn de huizen waar het gekozen volk van God in woont. Mm-hmm. Dat tegen zijn wil in Egypte in gevangenschap gehouden werd. Zoals wij vandaag tegen onze wil gevangen gehouden worden in het antichristelijke Babylonische systeem. Want dit systeem waar wij vandaag in leven is niks anders als het Egypte van farao in de tijd. Ja, is zo. Als je tenminste als iemand beschouwt die tot het lichaam van Christus behoort. Ja. Een wedergeboren Christ is. Precies. Dan zijde jij totaal misplaatst in dit antichristensysteem. Mhm. En je bent zelfs daartoe verplicht om twee heren te dienen. Mm-hmm. Want je kunt Jezus Christus met je mond bekondigen, maar je betaalt belastingen. Uh-huh. En gaat op die manier dus Caesar zijn tribuut gaan betalen. Hè? Ja. Ja, ja. Dus, dat is een heel, heel groot probleem. Weet je, iedereen, hè? Iedereen zit aan het wachten op the mark of the beast, hè? Het teken van het beest. Hè? Mm-hmm. Ah ja, dat gaat een microchip gaan worden en dat gaat dit zijn, dat gaat dat zijn. Mm-hmm. Heb je een keer erover nagedacht dat het mark van het beest al lang, lang daar is? Mm-hmm. Want ze zeggen, wie het teken van het dier heeft, die kan niet kopen en verkopen. Ja. Ik ben zo gezegd een zelfstandiger, ja? Mm-hmm. My ass. Ja. Ik ben verplicht om in dit stomlandje hier sociale bijdrage te betalen. Ja. Als ik een zelfstandige ben, een echte zelfstandige, dan moet ik dat niet. Hè? Nee. Dan zorg ik voor mezelf. Hè? Ja. Maar als ik mijn sociale bijdrage hier in dit landje niet betaal, en dat geldt voor elk landje, dan kan ik mijn beroep ook als zelfstandig niet uitoefenen. Ja, ja. Ik kan dus niet kopen en verkopen. Dus wat is het merk van het beest, het teken van het beest? Is dat een microchip die gaat komen? Of is dat al lang door middel van de social security, de sociale zekerheid, al lang ingevoerd? Mm-hmm. Waar dat wij door onze moeders en vaders direct nadat wij geboren worden aan de staat afgegeven worden en de staat een ontvangstbewijs geeft aan de ouders, dat wij een geboortsoorkonde noemen. Ja. Een certificaat van geboorte. Ja, klopt.
En dan ben je, ja, ben je, ja, precies. Ja. Als we daarop nu verder gaan, Perry, dan zijn de volgende 2 dagen belet met een discussie hierover. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En je gaat altijd mensen hebben die zeggen van, ja, maar dat is niet waar, omwille van dit, omwille van dat, en ik neem dat tekenbeest van het beest niet en alles erop en eraan. Ik kan alleen maar één ding zeggen. Iedereen heeft het teken van dat beest al lang. In mijn opzicht. En iedereen gaat het zo lang houden totdat een keer een grens komt. Ja. Want de staat gaat de schroeven op de duimen altijd maar harder zetten. Ja. Ja, ja. Ja? De duimschroeven worden met geweld een beetje verder gedraaid en verder gedraaid en verder gedraaid. Ja. En op den ogenblik, als zo gezegd de verplichte zondagsaanbieding komt, dat je verplicht op een zondag niet meer mag werken, dat je bij wijze van spreken gecontroleerd, gelijk in de middeleeuwen, naar de kerk moet gaan en dergelijke dingen meer. En je dan als bijbelgelovige christ zegt van tot hier en niet verder, en dat dan, omwille van dat je niet gaat, maatregelen genomen worden en jij bij wijze van spreken dat markt van het beest weggenomen wordt en jij dus niet meer kunt gaan kopen en verkopen. Dat is een andere zaak. Dat is de ogenblik waar dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken. Ga ik behoren tot de lichaam van gelijk in de tijd van Daniel, Shadrach, Meshach en Abednego, die niet neergevallen zijn voor dat metalen beeld dat koning Nebukadnezar heeft opgezet en iedereen bevolen heeft als de muziek begint te spelen, neer te vallen en dat beeld aan te bidden. Ja, ik gelijk Shadrach, Meshach en Abednego zeggen van wij gaan dat niet doen. Ja, maar zegt de koning, dan smijt ik u wel in de vuuroven. Dan zeggen ze van, ja, dan doe het dan maar. Dat maakt ons niet uit. We hebben een God, die gaat ons eruit halen. En zelfs als hij dat niet doet, dan gaan we nog niet neerbuigen naar uw beeld. Nee, precies. En hij heeft een oven 7 keer harder gezet dan gewoonlijk. Dat iedereen al verbrand was, die de mens daar heeft geprobeerd in te smijten. Ze hebben ze erin gesmeten. En ineens zei koning Nebukadnezar, we hebben toch maar 3 mensen in de oven gedaan, maar ik zie er 4. En de 4e ziet eruit, gelijk de zoon van God. Prachtig verhaal. Schitterend verhaal. Maar ik zeg het, we dwalen af. Ja, maar dat is ook goed. Het is gewoon eventjes van, je moet een keer beseffen dat het hier dus over Palmzondag gaat. Dat is de zondag voor het paasfeest. En het paasfeest heeft niks te doen, Easter, Oostern, zoals we in Duitsland zeggen, heeft niks te doen met het paasoverfeest, het Bijbelse paasoverfeest. Het is een heidensfeest. Ja. En de enige Bijbel, Perry, dat is misschien nog eventjes interessant, enige Bijbel die het woord Easter, paasfeest, gebruikt, is de koning James. Okay. En daar zijn daadwerkelijk mensen die vallen daarom de koning James aan en zeggen van, ja, maar de koning James is heidens, is verkeerd vertaald, want die gebruiken het woord Pasen in plaats van Passover. Nee, als je die passage juist leest, dan begrijp je waarom de King James het woord Pasen gebruikt. Daar ga ik nu niet op in. Wie dat wil weten, kan mir ja graag een keer een bericht sturen via de comment section op deze video. Ja, vind ik goed. Dan zien we dat die mensen da ook een keer interesse hebben om dat te weten, want we moeten niet alles verklappen. Hè? Moet ook een beetje... Ja, is toch waar. Die mensen Marketing. Zijn nog veel te lui om hun eigen onderzoeken te doen en ze zijn zelfs te lui om eens een keer een commentaar te schrijven en een vraag te stellen. Ja. Dat is gewoonweg zo, want je kunt mij niet vertellen met al die video's die ondertussen opgeladen hebben, dat er nooit niet vraag is over iets. Nee. Het is gewoon een teken dat die mensen te lui zijn om eens een keer zelf te denken. Die willen alles op een zilveren tablet geserveerd krijgen en dat krijgen ze van mij niet meer. Ja, op een presenteerblad. Dus, het punt is, Palmzondag is de zondag voor het paasfeest en het is misschien interessant om daarop te wijzen dat dat eventueel een belangrijke punt ook kan zijn. Want tenslotte, we zeggen ja hier dat Ignatius van Loyola zich toegewijd heeft aan de evangelisatie van de zwarte, van de zwarte jongvrouw, van de zwarte Madonna. Ja? Wel, daar gaat het ja over de zogenoemde moeder van God. Hè? Tussen aanhalingstekens. Daar gaat het over de zogenoemde Virgin Mary uit de Bijbel. Waarbij de mensen natuurlijk moeten begrijpen dat de jongvrouw Maria uit de Bijbel wat anders is als die door de Romeins-Katholieke Kerk gevenereerd wordt. Dat is namelijk Semiramis. Ja. Dat is weer een ander geval. Maar het punt is, deze zwarte Madonna is ja in feite niks anders als deze Virgin Mary. Het gaat je over deze moederverering. En die heeft ja volgens de Romeins-Katholieke Kerk zo zwaar geleden als Jezus gekruisigd was. Zij heeft ja veel meer geleden als Jezus Christus zelf volgens de Romeins-Katholieke Kerk. Ja, ja.
De Romeins-Katholieke Kerk leert dat op het ogenblik van als Jezus gekruisigd was, dat er een zwaard door haar doorheen gestoken werd. Oh jeetje. Door Maria, door haar hart. Versta je? Mm-hmm. Dat wordt geleerd. Dat is belachelijk. Natuurlijk doet het een moeder pijn om haar zoon te zien sterven. En zeker op zo'n manier, daar wil ik er helemaal niet van op af. Uh-huh. Maar dat zij meer geleden heeft dan Jezus Christus, is absolute godslastering. Ja. Blasphemy in the highest. En dat is niks anders dan wat de Romeins-Katholieke Kerk constant aan het doen is. Uh-huh. Dus ik probeer hier gewoon een beetje, zoals ik je al gezegd heb, reading between the lines. Uh-huh. Ja, ik weet niet hoe je dat in Vlaams zegt. Tussen de regels doorlezen. Ja, tussen de regels door te lezen, om te proberen om dat boek een diepere zin te geven als alleen maar die letters die bovenop geprint staan. Ja, ik snap je. Wat is de samenhang? Waarom wordt hier duidelijk vernoemd dat hij de zondag voor het paasfeest in Rome toekwam? Dat is een punt waar ik eventjes een keer op wil wijzen. En dat zijn eventueel dingen die ook belangrijk zijn hierbij. Ja, ik ga weer verder vertalen, maar ik heb nog één vraag. Want tuurlijk. Is er überhaupt een christelijke feestdag? Ik zou het echt niet weten, hoor. Wel, het is juist omwille van dat we dat niet weten dat het probleem is. Kijk, de meeste feestdagen, de meeste zogenoemde christelijke feestdagen, feestdagen die in de Bijbel beschreven zijn, die schrijven voor dat er een tempel zijn moet. Maar wij zijn de tempel van God. Dat lijkt mij ook, ja. Oké, okay. Ik ga dus verder. Al deze feestdagen bestaan er zo in dat opzicht niet meer. Wat er nog bestaat, dat is de, wat ze noemen de, het laatste avondmaal, de heilige communie, of hoe je dat ook wilt noemen, het breken van het brood. Gelijk Jezus gezegd heeft, dit doe in gedachtenis aan mij. Dat is een heel groot verschil met dat wat in de Romeins-Katholieke Kerk geleerd wordt. Want daar is dat een offer. Jezus wordt elke keer teruggeofferd. Hij wordt in feite dus terug aan het kruis geslagen elke keer. Ja. Dat is het dogma van de transsubstantiatie. Daar komen we misschien later nog een keer op. Denk het wel. Maar dus dit laatste avondmaal, dit breken van het brood en drinken van de wijn in gedachtenis aan Jezus Christus, dat is nog een feest dat wij vandaag de dag mogen, moeten en kunnen feesten. Okay. Altijd wanneer we willen. Dat is niet op een vaste dag vastgelegd. Ik ben onlangs een artikel tegengekomen, maar ik heb dat blijkbaar niet bewaard. Ik weet niet meer waar het is. Daar stond iets in over de feestdagen. Ik kan dat eventueel hier op mijn computer opzoeken tijdens dat jij een beetje verder aan het lezen bent. Is goed. Ik ga weer verder vertalen. Ja. Op 14 juli 1523 ging dat schip, de Negrona, weg van Venetië en arriveerde een maand later op Cyprus. Het eiland Cyprus. Op Cyprus ene Diego Manes en zijn bediende, samen met meerdere Cypriotische ambtenaren, gingen aan boord van een schip voor de rest van de reis naar Haifa, dat is in Israël. Diego Manes was de aanvoerder van de Knights Hospitallers, dus dat zijn dan de ridders, de hospitaler ridders van Sint Johannes van Jeruzalem. Vanaf 1312 hebben de hospitalers waren ze de eigenaar van een ongelofelijke. Even kijken, ze kregen alle eigendommen van de tempeliers, dus die ridders van de hospitalers. Ridders van de hospitalers, die kregen alle eigen, de enorme hoeveelheid geld en rijkdom van de tempeliers. Ze hebben het overgenomen. Overgenomen, ja. Die tempeliers zijn verboden geweest. Daar komen we later in dit boek nog naartoe. In 1307 zijn de tempelridders, de tempeliers, verboden geweest in Frankrijk. Dat was een dispuut tussen de Franse koning en de paus. Ja. Maar daar komen we nog op een later tijdstip naartoe. Daar komt het begrip dus Zwarte Vrijdag vandaan of zo. Hè? Ja, omwille van dat het op vrijdag 13 oktober 1307 was. Friday the vrijdag de 13e, ja precies. Ja, en daarom wordt die geassocieerd met ongeluk, bij wijze van spreken. Ja. En dus al wat die tempeliers toen hadden, dat is toen overgegaan naar de hospitalers van St. John. Dus de ridders van de hospitaalorde van de heilige Johannes van Jeruzalem. Ja.
die dat daarna bewaard hebben. Want uiteindelijk gaat het boek duidelijk maken dat de Jesuiten, die Ignatius van Loyola vanaf dit tijdstip waar we nu aan het lezen zijn, in de toekomst gezien nog gaat oprichten, de heropgeleefde tempeliers zijn. Ja. En daarom is dit stuk wat we nu lezen op het einde van dit hoofdstuk in het boek en het volgende zo ongelooflijk belangrijk. Ja. Oké, ik pak hem weer op. Die ridders van de Hospitaler ridders, gebruikten deze rijkdom om de Romeinse economie te beschermen tegen de islamitische, de Mohammedaanse zeg ik liever, marauders. Die heb ik niet opgezocht, dat woord. Weet je wat marauder betekent? M-A-R-A-U-D. Ik denk, ja, laat me zeggen, vechters of zo. Ik heb dat ook niet nagekeken. Ik heb van tevoren even gecheckt, maar deze heb ik dus niet gedaan. Maar ik pak hem er gewoon even bij. Translate.google. Plunderaars. Dat is het. De plunderaars van het oosten. Ja, de islamische plunderaars. Dat is vandaag niet anders. Hè? Als zogenoemde vluchtelingen bij ons komen, is ja ook niks anders als ons uit te roven. Hè? Van ons laatste overgebleven, quote-unquote, rijkdom die wij misschien nog hebben. Hè? Ja, ja. Maar toen de Turken de Hospitalers aanvielen, toen de Turken het hoofdkwartier van de Hospitalers op het eiland van werden hun eigendommen in beslag genomen door de paus en zijn voormalige leerling, de heilige Romeinse keizer Karel. Geen assistentie, in wat voor vorm dan ook, kwam van enige partij. Vervolgens, in december 1522, hadden de Hospitalers geen enkele keus dan zich over te geven, dan Rhodes over te geven en zich terug te trekken dat naar een plek die hun uiteindelijke thuisbasis zal zijn, Malta. De boodschap was duidelijk. Nu dat Maarten Luther zijn Duitsstalige versie van het Nieuwe Testament werd gedrukt, vormde het protestantisme een grotere bedreiging voor Rome dan dat het Mohammedanisme ooit had kunnen veroorzaken. Het is mogelijk dat in een schip op weg naar Jeruzalem, genaamd Negrona, dat is het schip dus, dat de commander, de aanvoerder, Diego Manes, al de litanieën, alle listen, alle geheime codes, alle formules, alle de Kabbalah, de geheime geschriften en andere bezittingen. Draagbare. Ja. Comprising the Knights. Er werd dus allemaal. Andere draagbare bezittingen die de Knights, die Tempeliers. In feite bekend maakten. Ja. Comprising wil zeggen van openlechten. Ne? Al deze geheime openlechten. Ja. Dat al deze ressourcen aan Inigo overhandigd werden. Ja. Als het inderdaad zo was, dan zou de westerse wereld hun geheime infrastructuur, dan werd dat aan Loyola gegeven om te manipuleren in het begrip leren tegen leren. Dat is mijn hypothese. Ja. Dat is van Frederik de Persoonsie. Ja, ik zal die zin nog een klein beetje anders begrijpen. Ja, doe maar. Help me maar een beetje als je wil. Indien dit dus daadwerkelijk zo gebeurd zou zijn, dan werden alle geheimen van de westelijke wereldinfrastructuur aan Loyola overhandigd om daarmee de zaak leren tegen het leren dermate te manipuleren, gelijk dat ze uiteindelijk aan deden. Dus bij wijze van spreken, met behulp van alle geheime formula, litanieën, lijsten, formularen, de kabbala, alle draagbare bezittingen,
die de Knights Templars, die de Tempeliers in feite nog hadden, of die zij vroeger hadden, door dat allemaal aan Ignatius van Loyola over te dragen, wordt hij in staat gezet om in vervolg de wereld voor de rest van de tijd, die blijft tot onze Heer terugkomt, met leren tegen het leren te bedriegen. Ja. Daar komt het op neer. Leren tegen het leren, mag men niet vergeten, is het studeren van het woord van God tegenovergesteld leren het woord van de mens. Ja. Ook gnosticisme genoemd. Mm-hmm. Ja? Dat is leren tegen het leren. Loyola wordt dus, indien dit zo gebeurde, en daar zijn genoeg bewijzen die daarvoor spreken dat het zo was, mm-hmm. indien dus Inigo derart geïnitieerd werd in dit weten en dus dat aan de basis legt van daarom zijn orde zoveel succes heeft, dan kan man ja vandaar zien hoeveel succes die Jesuiten over de afgelopen 500 jaar hadden, mm-hmm. ja, bijna 500 jaar, daar ziet men ja, dat hij al deze dingen daarvan gebruik gemaakt heeft om het leren tegen het leren voor te drijven. Want daar leven we ja vandaag nog mee. Onder deze ja. Spel van leren tegen het leren. We krijgen ja niks anders niet meer geleerd. Ons wordt ja van begin af aan de Bijbel niet meer geleerd. We hebben het ja altijd maar moeilijker en moeilijker het woord van God te vinden. Ja, klopt. In ons leven. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en ook met het leren tegen het leren. Mijn dochter die is nou klaar met de HAVO. Maar toen ze daar nog op zat, had ze een keer wiskunde tentamen. En toen vroeg ik, ja, dat was een beetje zenuwachtig. Waar gaat het dan over? Nou, dat was dus 3 HAVO of 2 HAVO. En het was gewoon staartdelen. 1000 gedeeld door 13. Ja, dat is geen wiskunde. Dat is rekenen. En mijn dochter denkt dus, en al die kinderen in de klas, die denken dat ze wiskundeonderwijs krijgen. Maar ze leren alleen maar een beetje rekenen, meer niet. Oké, ik ga weer verder. Het idee om de tempeliers te verenigen met de hospitalers werd als eerste benoemd in een boek gepubliceerd. Ja, wacht, je zet mijn zin vergeten. Oh, wacht. Okay. Dit is mijn hypothese. Ja, maar sorry, wat ja. geen hypothese is, is dat zodra de bedevaarder ja. van Jeruzalem teruggekeerd was, dus Inigo, dan begon zich in hem de meditie-leermethode te vervestigen. Ja, dus dat is precies dat wat ik juist als commentaar geprobeerd heb duidelijk te maken. Mm-hmm. Hij werd de vermenselijking van de meditie-leermethode leren tegen het leren. Ja. Omwille van dat hij toegang had tot al dit geheime weten, al die geheime codes, formularen, kabbala, litanieën, lijsten en alles erop en eraan. Daardoor werd hij in feite de vermenselijking van het medici leren. Ja, oké. Okay. Nou, dat idee dus om de tempeliers samen te voegen met de hospitalers, dat werd als eerste dus publiek gemaakt in een boek. Wat uitgegeven werd in 1305 en dat was geschreven door Raymond Lull. Klinkt een beetje raar op zijn Nederlands, maar dat is een Engelse naam. Toch? L-L-U-L-L. Een verlichte van Mallorca. Zijn boek van Raymond Lull dus. Libere de Fine. Dat betekent free at last. Dus eindelijk vrij. Dat verscheen verscheen te midden van een controversie tussen de Franse monarchie, dus het Franse koningsdom, en het Romeinse pausdom over wie nou juridictie had, dus juridische zeggenschap over de tempeliers. Wie heeft er iets te zeggen over de tempeliers? Dat was de strijd. En dat wordt het onderwerp van het volgende hoofdstuk. Dit is de laatste pagina van hoofdstuk 5. Ja. Ja, en daar gaan we dus in het volgende hoofdstuk, daar gaan we dan waarschijnlijk onder andere ook in, ga ik een keer vanuit, ik weet het nu niet van buiten, uh-huh. op de boel van Paus Bonifatius den 8e, uh-huh. met name Unam Sanctam. Ja. Want daarin zegt de Paus ja, in 1302, dus je ziet ongeveer dezelfde tijd, daar begon al de ruzie tussen de Franse koning en het pausdom te ontbranden, ja.
In unam sanctam zegt de paus, of zegt de Romeins-Katholieke kerk door de paus, een bull is de zwaarste en meest machtigste, laat ons maar zeggen, schriftelijke woorduitoefening die de paus überhaupt kan uiten op deze aarde. Mm-hmm. En die wordt direct na veropenbaring, wordt die direct Romeins-Katholiek kanonsrecht. Ja, dus dat wordt direct officieel kerkrecht. In deze bulle, Unam Sanctam, staat erin, in Engels, en dat gaan we dan direct daarna naar het Nederlands vertalen, daar staat erin, en ik citeer dat nu vrij uit mijn hoofd, It is absolutely necessary for the salvation of every human creature to be subject to the Roman Pontiff. Het is absoluut noodzakelijk voor de verlossing van elke menselijke creatuur om subject, dus onderdaan te zijn van de Romeinse bruggenbouwer. Ja, ongelooflijk. Ik heb daar nooit toestemming voor gegeven, maar goed. Nee, ik ook niet. En dit onder andere, denk ik, zijn dingen die wij in dat volgende kapitel, The Epitome of Christian Values, of de hoogtepunten van christelijke waarden, gaan tegenkomen in dat dus zesde kapitel van dit schitterende boek, Rulers of Evil. Ik ga even naar de volgende pagina, dus pagina 57 van de PDF. En daar staat een pentagram getekend met eronder de tekst de Baphomet. Kan je er iets kort over vertellen? Wat is de Baphomet? Ik weet dat wel, hoor, maar gewoon voor de reden die je weet. Nou ja, waar wil je het over weten? Over de Baphomet of over dat pentagram? Ja, het is gewoon over de tekening. Je mag er iets over zeggen. Ja, het pentagram is één ding. Dat is die vijftakkige ster, of hoe zeg je dat? Mm-hmm. Die heeft zijn bestaansreden in de Bijbel. Mm-hmm. Als je wilt weten waarom die pentagram deze, hoe zeg je dat, vijftakkige ster? Of hoe zeg je dat? Vijfpuntige ster. Vijfpuntige, dank u. Vijfpuntige ster is... Dan moet je gaan naar het boek in de Bijbel, Jesaja, Isaiah, kapitel 14, en dan de verse van 12 tot en met 15. 14. Ik zal het even voorlezen. Is goed. Ik zal hem in de show notes, ik zal hem in de descriptiebox opnemen, een linkje dan. Mm-hmm. Lees dus maar voor. Isaiah 14. Ja. Verse 14, vers 12 tot en met 15. Yeah. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Mm-hmm. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. End van de citaat. Yep. Nu gaan we dat eens een keer vertalen, zover het gaat. Yep. Hoe zeide jij van de hemel gevallen, O Lucifer, vuurdrager, zoon van de morgen? Hoe zeide jij afgesneden en op de grond geworpen, jij die de naties zwak maakte? Ja. Want jij hebt in jouw hart gezegd, ik zal opstijgen in de hemel, ik zal mijzelf exalteren, dus groter maken als de troon van God over de, boven de sterren. Ik zal ook op de berg zitten van de congregatie daar in het noorden. Ik zal opstijgen boven de hoogte van de wolken. Ik wil zijn zoals de hoogste. Ja. Nu als je goed opgelet hebt, en dan komt nog de vers 15, en toch zulde jij naar de hel gebracht worden, naar de zijde van het eindeloze pit. Dus bodemloze put. Ja. Nu als je goed opgelet hebt, dan is je opgevallen dat hij zegt, I will ascend into heaven, ene keer ikke. Mm-hmm. I will exalt my throne above the stars of God, tweede keer ikke.
I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, derde keer ikke. Mm-hmm. I will ascend above the heights of the clouds, vierde keer ikke. I will be like the Most High, vijfde keer ikke. Mm-hmm. Dus vijf keren zegt hij ik. Mm-hmm. Dat is zelfaanbidding. Wat hebben we vandaag in onze wereld? Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Ja. Precies daar komt dat vandaan. Ja? Lucifer, dat is dus voordat hij viel uit de hemel op aarde, die we vandaag de dag Satan noemen, met de verbanning uit de hemel werd Lucifer zijn naam veranderd in Satan. Mm-hmm. Als hij dus in de hemel rebelleerde en dit zei, werd er geantwoord van, yet thou shalt be brought down to the hell. Ja. Dus hij zegt van vijf keren, ik kan dit, ik kan dit, ik kan dit, ik kan dit, ik kan dit. Mm-hmm. Hij gaat dat doen en de Bijbel bevestigt dat hij dat gaat doen, want in vers 15 zeggen ze van en toch, yet, en toch zulde jij naar de hel gebracht worden. Ja. Naar de zijde van het bodemloze put. Den punt is, de Bijbel spreekt niet dat Satan daadwerkelijk al die dingen die hij wil hier gaat bereiken. Hmm. Maar de Bijbel zegt duidelijk, en toch zulde jij naar de hel gebracht worden. Dus, en dat is het punt, hij krijgt zijn moment van glorie. Hmm. Satan krijgt die moment dat hij op deze aarde aanbeden wordt. Ja. Hij krijgt op deze aarde dat wat God, de schepper God, toestaat. Ja. Namelijk aanbidding. Mm. En dan uiteraard komt de wraak van de Heer en zal hij naar de hel gebracht worden. Ja. Maar vers 15 is heel belangrijk en dat lezen de meeste mensen niet. Ze lezen alleen maar van 12 tot 14. Mm-hmm. En ze verstaan 15 niet van het wordt dus vervuld werden en dat is de nieuwe wereldorde. Wat er niks anders is als de herstelling van de oude wereldorde waar we naartoe gaan. Ja, zonder meer. Waar één man onaangevochten de regeerder was over de hele wereld. Mm-hmm. En dat was de paus. Ik vond het ook eventjes heel kort, maar ik heb dat filmpje gezien, dat heb jij mij volgens mij gestuurd ooit. Via jou heb ik het leren kennen. En daarin zit dus een of andere, ja, een katholiek, een priester, en die zingt een of andere, helemaal geen mooi lied, over Lucifer. Van, oh Lucifer, sta op uit de dood. Ja, ja, ik ken dat wel. Ja, de Romeins-Katholieke Kerk doet dat heel openlijk. Ze bezingen Lucifer. Ze bezingen Lucifer en noemen Lucifer de zoon van Jezus. Hè? Of de broer van Jezus, denk ik, in dat liedje. Dus met ondertitels en al. Ik heb dat op mijn computer staan. Ja, ja, uiteraard. Dat is nu allemaal niks nieuws. Voor die mensen die een klein beetje weten waar het over gaat, die zeggen niet zomaar van dat de Romeins-Katholieke Kerk daadwerkelijk de kerk van Satan is. Dat heeft ja toen in den tijd Jezus al gezegd. Jezus heeft ja toen al tegen die Farizeeërs en Schriftgeleerden gezegd, jullie zijn de broed van de duivel. Adderen gebroed, zeg maar dan. Ja, ja, hoe dat hem dat ook gezegd heeft. Slangen gebroed. Weet, ja, maar, adderen gebroed. Het punt is gewoon van, die heeft daar ja toen den punt al opgelegd. Ja. En uiteindelijk is het ja zo, als je naar Matthäus gaat, dan komen er ja die drie verzoekingen van Christus tegemoet. Hè, die, mm-hmm. Waar Jezus dus 40 dagen in de woestijn was. Mm-hmm. Ja. En dus drie keren door een duivel verzocht werd. Ja. Wat heeft een duivel dus in feite toen gedaan? De duivel heeft met Jezus dat gedaan wat hij met de paus of het pausdom al sinds jahrhonderden doet. Ja. Hij heeft Jezus Christus het regentschap over de koninklijke, over de aardense koninkrijken aangeboden. Ja. Maar Jezus Christus heeft natuurlijk afgeleend, omdat hij wist dat een beter koninkrijk op hem ging wachten. Namelijk dat wat uit de hemel naar beneden komt. Dat wat komt met de steen die niet van handen uitgehouwen is. Dat die statue van Daniel met die vier koninkrijken in de voeten gaat raken en gaat versplinteren over heel de aarde. Mm-hmm. En die stofwolk wordt één grote vels en deze vels gaat over de hele aarde. Alles erop en eraan. Ja. Daarom heeft Jezus natuurlijk tegen de duivel gezegd van, nee jong, laat maar, zoek de man een ander. Ja. En die ander, dat is de paus. Ja.
De paus is niks anders als, zoals hem zelf zegt, the vicar of Christ. Ja, de plaatsvervanger. Dus de plaatsvervanger van Christus. Maar hij is de plaatsvervanger van de Christus van de Romeins-Katholieke Kerk. Ja. En de Christus van de Romeins-Katholieke Kerk is Tammuz uit Babylon. Mm-hmm. En niet de Christus uit de Bijbel. Ja. En daar is waar de meeste mensen geen verstand van hebben. Want die denken van, ja, Romeins-Katholicisme, dat is ja Christendom. Ja. Verschrikkelijk. Als je dat dus niet begrijpt, Perry, dan zijn je je leven lang gevangen. Absoluut. In een leuk. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En geen kans om eruit te komen. De waarheid is dat wat je vrijmaakt. De leugen is dat wat je gevangen houdt. Ja, of dat zoiets. Staat al in de Bijbel geschreven. Ja, ja, ja. The truth will set you free. Absoluut, dat is het enige. Ja. Ik ga weer verder naar de volgende pagina. En dat is dan... Ja, maar ik vond... Ja, sorry, maar ja, ik vond eventjes die paar punten hier in Jesaja 14, 12 tot 15 eventjes niet te lezen. Ja. Vond ik heel belangrijk, want je vroeg me ja wat die Baphomet is. Dus dat pentagram. Mm-hmm. Dus waarom heeft die pentagram 5 punten? Oh, dat zijn die 5 ikken, bedoel je? Ah, dat zijn precies, dat zijn die 5 ikken. Dat is de spirit, dat is de geest van Satan. Mm-hmm. Weet je, God heeft 7 eigenschappen. Mm-hmm. Satan heeft 5. Dit zijn de 5 van Satan, afgebeeld in dat pentagram. Ja, ik snap je. Snapt het? Ja. En dus die Baphomet, die geitenkop, mm-hmm. die wordt daarmee geassocieerd. En dat gaat terug op een tekening van iemand in de middeleeuwen. Ik kom nu niet eventjes op zijn naam, maar dat is een heel bekende. Mm-hmm. Maar ik kom daar nu eventjes niet op. Maar dat kan gebeuren. Ja, natuurlijk. Zullen we doorgaan? Tuurlijk, doe maar. Oké, de epitoom van christelijke waarde. Een epitoom. Dat is niet echt een Nederlands woord, maar dat betekent de samenvatting. Dus de samenvatting van christelijke waarden. Nou, een samenvatting zal ik zo niet zeggen. Oh, ik heb hem opgezocht. Ik kan hem even checken. In Google Translate staat samenvatting. Is epitoom niet zo wat het top van? Het top plus het non plus ultra? Epitoom. Hoe was dat in Duits zeggen? Ik ga hem even controleren, 1 seconde. Want die apotheose is een hoogtepunt. Maar de epitoom, dat is toch een samenvatting. Nou, oké. Okay. Ja, samenvatting, uittreksel, kort begrip. Maar ik heb dat altijd anders vertaald. Maar we kunnen ook zeggen het hoogtepunt. In Duits, ja. In Duits heb je het woord verkörperung. Ja? The personification, the embodiment. Ja. Dus met embodiment, dat treft het eigenlijk beter. Als je dat in Engels wilt uitleggen, epitoom, the embodiment. Ah. Dat is dat waarvoor het staat. Waarvoor staan de christelijke waarden? Mm-hmm. Wat is het epitoom? Wat is het van de christelijke waarden? Ja. Daar gaat het epitoom over. Het is niet altijd, je kunt met Google Translate niet zomaar alles vertalen. Nee, echt waar. Want het woord samenvatting, kort begrip, korte inhoud, uittreksel, trekt het dus helemaal niet. Mm-hmm. Als je via Engels naar Duits gaat en dan komt het Duitse woord verkörperung tegen, wat in Engels is embodiment. Ja. Aber, verlichaming, zeggen wij. De personification, ja. De personificatie, de incarnatie, het epitoom. Mm-hmm. En hier heb je nog een ander woord, de impersonation. De verpersoonlijking. Ja, heb je goed gezien. De verpersoonlijking van de christelijke waarden. Ja. Het is belangrijk, Perry, sorry, het is belangrijk dat we deze dingen, als we ze vertalen... Dat we ze te goeie vertalen. Zo goed mogelijk, ja. Zo goed mogelijk, ja. En dat wat jij daar juist gezegd hebt, die Nederlandse vertaling, daar ben ik absoluut niet mee akkoord. Want dat geeft totaal... Ja, dat geeft niet weer waar dit hoofdstuk in het boek over gaat. Absoluut, ja. Sorry, maar dan moest ik eventjes... Nee, dat is allemaal helemaal goed. Het gaat erom dat wij de waarheid proberen te spreken. Ja. Voor de rest mag iedereen ons alles vergeven. Ik lees even, ik ga weer vertalen. Vanaf het moment dat ze opgericht zijn op Franse bodem in 1118 zijn de Tempeliers uitgegroeid van hebben ze zich ontwikkeld van een stelletje self-impoverished. Mensen die gekozen hebben om al hun bezittingen af te staan. Ze hebben ze een eed afgelegd. En dan gingen die ridders hoopten om de Mohammedaanse terroristen te weerhouden
van het molesteren van pelgrims in het Heilige Land. En dat is dus uitgegroeid tot een hele grote organisatie die de internationale financiën en politiek bestuurde. Daar gaat hij, hè? De unification, het eenmaken van kerk en staat. Dat deden ze al dus. En de oprichters, Hugo de Payen en Godfried van Sint-Omer, organiseerden een groep van geëxcommuniceerde tempeliers en kruisridders. Ja, kruisridders. En die gaven hun absolutie bij een bishop. Dat heb ik niet goed vertaald. Secured their absolution by a bishop. Hij verzekerde hun absolutie door een bisschop. Ja. Dus absolutie wil zeggen van dat al hun zonden vergeven zijn. Hè? Ja. Dat ze hun zonden daar opgebiecht hebben en dat al hun zonden vergeven zijn. Hè? Ja, precies. Ik vind het zo. Vandaag, toen in de tijd, iets daarna, deed je dat via de aflaathandel. Hè? Via daar hebben we het al over gehad, hoe noemt dat weer in Engels? Indulgences, ja, ja. Precies. Die aflaathandel die daarvoor gezorgd heeft, in feite, dat was dat ding wat Luther zo zuur opgestoten heeft, dat hij begonnen was met die 95 thesen aan de kerkdeur te nagelen, want tenslotte gingen deze 95 thesen alleen maar over één ding. Mm-hmm. Over één ding. Aflaten. Alleen maar over de aflaathandel, over niks anders. Omdat dat toen uitgegroeid was tot een echte ziekte in ganz Europa, want die paus had geld nodig voor de Petersdom die hij wilde bouwen. Ja, zo was dat. En dan ging er iemand door het land, een zekere Johann Tetzel. Ja. En die verkocht dus die indulgences, die aflaatbrieven. Ja. Ja, met de beroemde zin die wij al, dacht ik, al besproken. Ja, daar komt hij, daar komt hij. Auf Deutsch, auf Deutsch. Sobald die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das war auf den Augenblick, dass der Münd auf den Grund von der Kast fällt, springt die Seele eruit in den Himmel. Uit het Fahrgefühl in den Himmel. Ja? Hoe kan je het verzinnen? Hoe kan je het verzinnen? Heel simpel. Dat is gebaseerd op eeuwenoud geloof uit Babylon komende. Ja, ja. Zo simpel kun je dat verzinnen. Dat is allemaal niks nieuws. Dat is alleen maar nieuw verpakt. Ik ga weer voorlezen, maar even de afsluiting. Maar het, hier in Nederland heb je een christelijke. Je hebt ook een Bible Belt hier. Hè? Ook in Amerika, maar ook in Nederland. En de Bible Belt die loopt vanaf Zeeland helemaal rechts naar boven naar het topje van Overijssel of zo. Mm-hmm. Nou, en die mensen, die zijn dat noemen we ook wel de Zwarte Kousenkerk. Dat zijn protestanten allemaal. En die zijn fel tegen verzekeren. Die mensen hebben in principe geen verzekering. Geen brandverzekering, geen niksingsverzekering. Dus die gaan niet even naar Apeldoorn bellen? Nee. Want dat is een vorm van aflaat. He, je betaalt maar wat. Je betaalt maar wat. En je doet allerlei domme dingen. En dan zeggen, ja, mijn huis is in de fik gegaan. Want ik ging met een sigaret in mijn bed liggen. Maar ik ben verzekerd, dus er is niks aan de hand. Dat kan toch helemaal niet, man. Dat gewoon van tevoren een betalen voor je. Ja. Een vrijbrief tot zonde. Ja. Hoeveel verzekering is niks anders dan een moderne aflaatbrief. Ja, 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 ja. Uiteraard, ja. Er zijn gewoon mensen die sluiten bijvoorbeeld een reisverzekering af. Want ze hebben namelijk een fotocamera en die is kapot. En dan kunnen ze achteraf zeggen, ja, tijdens de reis is de camera kapot gegaan. Ja, ja. Oké, ik ga weer verder. Doe maar. Even kijken, wel gelezen. Even goed lezen hoor. Nadat de ridders. Heropgerichte ridders. Ja, de heropgerichte ridders. De heropgerichte ridders. Onder een eed van armoede. Chastity, dat is zedelijkheid. Onthoudzaamheid, hè? Onthouding, ja. Ja. Geheimhouding en gehoorzaamheid. Legden zij een eed af aan de organisatie. Om de tempel van Salomon opnieuw te bouwen. En zo zouden ze ruimte krijgen naast een Mohammedaanse moskee die opgericht was op de overblijfselen, de ruïne van de oude tempel. En ze namen als naam de armoede ridders van Christus
en van de tempel van Salomo, zo moet ik het zeggen, Salomo. De arme ridders van Christus en ja. van de tempel van Salomon. Ja, precies. Ja. En Bernard, dat was de abdij, Bernard van de abdij, De abt van Clairvaux, dat was de hoofdpropagandist. Een propagandist is iemand die dus gewoon dingen verspreidt om mensen bepaalde dingen te laten denken, zonder dat ja, je de waarheid van, vertelt. Van die tijd, er bestond ja. geen hogere abt als die van Clairvaux. Ja. Bernard, hij was de leidende propagandist van toen ja. die tijd, ja, over die tijd in die wij spreken, 1118. Mm-hmm. En die heeft de Templaars eigenlijk extolled, dus naar buiten toe bekendgemaakt als ja, geprezen de epitoom, dus die verlichameling mm-hmm. en de apotheosis van de christelijke waarden. Ja. Dat is de, daar, ja, als het top, en, zo zeg, en, het top. Ja, maar nee, en, ja. en daar hebben we natuurlijk weer dat probleem, Perry, sorry dat ik je terug onderbreek hier. Ja, ja, ja. Maar daar hebben we weer dat probleem, dat we hier dat woord christelijk gewoon moeten vertalen naar het woord katholiek. Absoluut. Om de waarheid eruit te halen. Ja. De verlichameling en de vergoddelijking van de christelijke waarden zijn de tempeliers. Mm-hmm. Ja, van de katholieke waarden, dat zijn de tempeliers. Ja. Dat is een punt die we hier eventjes moeten gaan maken. Yes. En zie, daarom is het zo belangrijk, dat woord epitome, gelijk dat we in het begin eventjes bijna ruzie over hadden, om het juist te vertalen. Om het juist te vertalen. Maar ja, omwille van dat hier zo voorkomt. Hier gaat het over de verlichamelijking van de katholieke waarde. De vergoddelijking van de katholieke waarde. Als je dat woord in het begin al niet goed vertaalt, doe je hier ook niet recht aan. Versta je? Ja, jawel. Daarom vond ik het zo belangrijk. Absoluut. Ik zou de zin, de epitome en apotheosis of Christian values, zou ik zeggen, als het hoogtepunt van de christelijke waarde. Als het toppunt van de christelijke waarde. Gesteund door dat woord, en dat was nog niet eerder voorgekomen, hebben de armoedige ridders, de mooiste, de beste jonge mannen aangetrokken. Zo heb ik het goed vertaald, denk ik. De slimste. De slimste, ja. De beste en de slimste jonge mannen aangetrokken. Ja. En op die manier dus om hun... om kruisridders te worden, te bekomen, ja, om kruisridders te worden, uh-huh. en dus de kruistochten voor de paus uit te oefenen, uh-huh. om een celibaatgeloofde af te leggen, uh-huh. en om hun families te verlaten, om het christelijke graf uh-huh. tegen moslimse terroristen te verdedigen. Ja. Waarom zou je een graf verdedigen? Ja. Sorry, hè. Maar ziet er iemand een gelijkenis met wat na 9-11 gebeurd is? Mm-hmm. En de nieuwe kruistocht, ingeleid door de paus, uitgevoerd door George W. Bush, mm-hmm. die in een interview duidelijk zegt, this crusade, deze ja. kruistocht ja. tegen het terrorisme, mm-hmm. dat zegt hij woordelijk. En wie daaran twijfelt, die kan mij gerust niet schrijven, want ik heb het op MP3 op mijn computer staan. Ja, ik heb het ook gewoon gehoord. Iedereen kan ja. dat horen. En iedereen ja. mag ook weten dat in Afghanistan, dat was het eerste land wat binnengevallen werd na die aanslagen in 2003 of zo. Hè, zijn ze Afghanistan binnengevallen. Nou, op dat moment waren er echt een aantal christelijke kerken in Afghanistan. En nu niet meer. Al die protestanten gewoon, en dus niet katholiek, hè, maar gewoon christelijke kerken, die waren daar. Allemaal weet weg, je wat, Perry? Weet jij wat, Perry? No. Ik stuur je dat hier op Skype door. Mm-hmm. Jij kunt het nu afspelen. Dan kunnen de mensen het zelf horen. Dat is leuk. Dat is top. Speel het maar af. Ik ga even kijken of ik erbij kan komen. Bush talks about crusades. Hij moet even downloaden. Oh, dat duurt. Ja. Hier komt-ie. En nu kan ik hem afspelen. The Attorney General is going to ask for enhanced law enforcement authority to surveil and
do other things to disrupt terrorism that might be planned here in the United States. What will that mean for the rights of Americans? What will that mean for Americans? Terry, I ask you to talk to the Attorney General about that subject. He'll be prepared to talk about it publicly at some point in time. Perry Iconix. But what he is doing is he's reflecting what I said earlier in my statement. Jij kan het niet horen, maar de luisteraars horen het wel. Maar luister gewoon even, ik doe nog anderhalve minuut. That we're facing a new kind of enemy. Somebody so barbaric that they would fly airplanes into buildings full of innocent people. And therefore, we have to be on alert in America. We're a nation of law, a nation of civil right. We're also a nation under attack. And the Attorney General will address that in a way that I think the American people will understand. We need to go back to work tomorrow, and we will. But we need to be alert to the fact that that these evildoers still exist. We haven't seen this kind of barbarism in a long period of time. No one could have conceivably imagined suicide bombers burrowing into our society and then emerging all on the same day to fly their aircraft, fly U.S. aircraft, into buildings full of innocent people and show no remorse. And this is a new kind of evil. And we understand. And the American people are beginning to understand. Now, this crusade, this war on terrorism, is going to take a while. Ja, de laatste, jij kon het niet horen, maar de laatste zin was dat de strijd tegen die aanval, dat is een kruistocht. Hij zegt het letterlijk. Dit is een crusade, ja. A crusade against. Ja, en het is een interview van 16 september 2001. Oké. Okay. Dus 5 dagen mm-hmm. na de false flag van de Amerikaanse regering in opdracht van de Zwarte Paus ja. om de torens in New York naar beneden te halen. Mm-hmm. Ja, met nucleaire wapens of hoe dan ook. Ja, hoe hebben ze dat gedaan? Dan moet je een keer... Judy Dinger gaan volgen. Judy Woods. Ja. Ja. Die daarover spreekt hoe dat die torens dus gepulveriseerd zijn. Maar ja, dat is een andere zaak. Daar moeten we niet op ingaan. Nee. Den punt is, omdat we hier dus met de kruistochten bezig zijn. Ja, mm-hmm. En dat we hier zeggen, gelijk in die zin hier staat. Bolstered by such unprecedented promotion, the poor knights attracted the best and brightest young men of Europe to become crusaders, to vow celibacy and leave their families in defense of Christ's tomb against Muslim terrorists. Ja. En dat is precies dat wat vandaag de dag ook gebeurt. En de mensen zijn zo wat van dom, ze begrijpen het niet. Ze zien niet in dat de Amerikaanse militaire macht niks anders is als de militaire macht van de antichrist. Ja. De paus zelf hoeft geen legers te hebben. De paus regeert de koningen van deze wereld. Het staat in Openbaring geschreven. Ah ja. Ja? Zonder meer. Oké, die missie die faalde. De missie ging fout. Faalde binnen de 9 jaar. Binnen, ja, is lelijk vertaald, maar. Nog geen 9 jaar duurde het voordat het helemaal mislukte. En Bernard, zijn propaganda, veroorzaakte dat de Tempeliers werden ontvangen, werden gezien als de overwinnende helden toen zij terugkeerden naar Frankrijk. En zij hebben toen een loge gesticht in Troje. En dat was onder de patronie van het Hof van Champagne. En dan ongeveer een eeuw lang was Troje de belangrijkste school van Europa voor het bestuderen van de Kabbala. En dat zou kunnen verklaren waarom de stad Troje lijkt
op een champagnekurk. Nee, dus van champagne werd veel later uitgevonden. Precies, maar ja, oké. Okay, maar het ziet er wel zo uit, er zit een plaatje naast van Troje. Het ziet eruit als een champagnekurk. Het ziet er, ook, uit gelijk een eigen van een lul, hè? En als je weet dat de Tempeliers allemaal graag die obelisken hebben, hè, uh-huh. Dat allemaal een mens, ja. een mannelijk penis moet voorstellen in feite, ja. Ja. Dan kun je je ook afvragen waarom Troy, als dat de Kabbala studeert, waarom dat die vorm heeft. Ik ben dus van mening dat dat is omwille van dat dat eruit ziet gelijk de eikel en de top dus, ja. Van een mannelijk geslachtsdeel. Ja. Dat dat de reden is. Niet omwille van dat eruit ziet gelijk een kurk van champagne, want die werd pas veel later uitgevonden. Ja. Maar dat menselijke geslachtsdeel, dat mannelijke geslachtsdeel hadden we toen al, hè? Ja. Dus volgens mij is het dat. Maar ja, misschien wilde de auteur dat ook niet schrijven. Ja. Maar ik heb geen probleem om dat hier te zeggen. Absoluut niet. Nee, daar gaan we geen vieze woorden of zo, dus dat maakt allemaal niet uit. Nee, maar dat is gewoon het mannelijke geslachtsdeel, dat is zo. Ja. En de top daarvan noemt de eikel. Ja, precies, ja. Dat je dat woord ook misbruikt en andere dingen kan ik niet helpen. Nee. Dat is gewoon de uitdrukking daarvan. Ja. Even kijken. Om de Tempeliers te maken tot een wereldmacht, heeft Bernard zijn bevindingen gedeeld met de kardinaal Aymeric van Santa Maria Nuova. Dat betekent de nieuwe heilige maagd. Santa Maria, Santa is heilig en Maria is de moeder van Christus. Aymeric was de hoogste ambtenaar, hoogste medewerker van de kerk. Juridische. Ja, juridische medewerker, judicial, ja. En het was zijn onwettelijke overtuiging, nee, het was zijn onwettelijke handelen dat Honorius de Tweede, de paus, die had verordeneerd dat de Tempeliers de meest belangrijke religieuze orde was binnen de kerk. Ja. En het was Aymeric ook die voordroeg om een innerlijke vernieuwing van de kerk te gaan doen. En dat inspireerde adellijke mensen in Engeland, Schotland, Vlaanderen, Spanje, Portugal om de Tempeliers te bedelven met donaties van land en geld. En over en above de properties, dat kan ik niet, even kijken, initiates. Ja, veel meer dan ze überhaupt nodig hadden. Ja, absoluut, ja. Toen over and above the properties required of all initiates upon joining the order, dus meer als ze nodig hadden om al die mensen uit te rusten, mm-hmm. die orde bijgetreden zijn in den tijd. Ja. Ja. En toen Honorius stierf in 1130, ging Aymeric was de aanvoerder van een minderheid van kardinalen Innocentius II te verkiezen. En hij was de paus in Aymeric zijn titulaire kerk van Santa Maria Nuova. Dit heb ik niet goed vertaald, help me even. Het gaat in feite daarover, als Honorius in 1130 stierf, heeft Aymeric een kleine groep kardinalen aangevoerd, uh-huh. Die bijeengekomen zijn in wat we vandaag noemen de conclave. Die daaruit een treffen, een meeting, dat in feite daarvoor gehouden wordt om een nieuwe paus te selecteren. Mm-hmm. Of te kiezen, gelijk dat zij schrijven hier, maar ja. Die zijn geselecteerd, niet geëlecteerd bij wijze van spreken. Zwart, absoluut. Dat is een keer al. En dat was dus paus Innocent II. Mm-hmm. Die dus geconsecreerd werd, dus heilig gesproken werd daar in Aymeric's kerk Santa Maria Nuova. Ja. En dan in 1139 heeft Innocent een bul, een pauselijke bul dus, een bul mag je zeggen, uitgebracht, die Tempeliers onder een exclusieve eed van gehoorzaam stelde. Ja. Een maatregel, Een maatregel bij welke Aymeric
effectively put all Templars' resources at the disposal of the papacy. Waarmee dus in feite alle ressourcen die de Tempeliers op dat ogenblik konden teruggrijpen, onder de hoede van de paus stelde. Ja. En met andere woorden, die Tempeliers zijn een pauselijke orde. Er werd een speciale eed van gehoorzaam ingevoerd. En dat is iets wat dus in het geschiedenis al terugkomt. Want we spreken vandaag over de eed van de Jesuiten. Aha. Dat is exact hetzelfde wat toen met die Tempeliers gebeurde. Hmm. Die hebben een speciale eed afgelegd. Getrouwheid en gehoorzaam aan de paus. Mm-hmm. En op basis daarvan heeft de paus toen gezegd, en Amerik toen gezegd van, alle bezittingen van die orde gaan in feite over naar de kerk. Dat moet je je ongeveer zo voorstellen, gelijk dat vandaag de dag de Rothschilds de bewaarder van de Vaticaanse schat zijn, zo waren het toen de Tempeliers de bewaarders van de Vaticaanse schat. Die Tempeliers hebben in 1101 dat gedaan wat de Rothschilds de laatste 300 jaar gedaan hebben. Ja. Snapte? Ja, ja. Ik maar snap dat. Maar toen heeft men het nog officieel gedaan en waren het dus mensen die aan de Romeins-Katholieke Kerk verbonden waren. Ridderordes die aan de Romeins-Katholieke Kerk verbonden waren. Mm-hmm. Vandaag gebruikt men Joden. Om de mensen zogezegd voor te spelen van de Joden zijn de kwade. Ja. Verschrikkelijk. Snapte? Ja, ja. Ik heb ook even Er is dus niks nieuws onder de zon. Ja. Alleen die mensen die daarvoor verantwoordelijk gemaakt worden, dat gaat diegene die de touwen in de hand houdt, zo uitspelen dat hij die neemt die hij juist wil. Op die ogenblik toen waren het de Templiers, vandaag de dag zijn het de Joden. Ja. Het resultaat is hetzelfde. Zij krijgen de blaam. Ja. Zij krijgen de schuld, zeggen we dan. Ja, maar dat is allemaal goed. Blaam is ook mooi. We gaan afronden. Maar ik wil eventjes stoppen bij nog even voorlezen naar het Rozenkruis. Dat vind ik wel erg leuk om mee af te sluiten. En binnen 10 jaar werden de Tempeliers exclusieve rechten gegeven door de paus Eugenius III om het Rozenkruis te dragen. Het Rozenkruis, het rode kruis op hun witte tenue, op hun witte kleding. Dat is dus een wit vlak met een rood kruis. Dat was dus toen al, in 1139. Maar we moeten naar de afronding gaan. Nou, ik heb dus gestudeerd op de landbouwhogeschool. Daar deed ik luchthygiëne en verontreiniging. Dat is best een ingewikkelde studie. En dan hadden we practicum. En dat was van een man en die heette Paul de Heer. En hij heeft mij verteld toen dat hij Rozenkruiser was. Ik heb er meerdere ontmoet, Rozenkruiser, dat bestaat nog steeds. Ik weet niet, dat was een hele aardige man en ja... Helemaal geen problemen met hem gehad. Maar die Rozenkruisers, die zijn er echt nog steeds. Dat is heel oud. Jij mag het laatste woord hebben, Jorik. Je wilt hier in het midden van deze paragraaf nu stoppen. Ik denk het wel, ja, want we zitten over het uur. Dus, Ja, dat is goed. Dan doen we dat volgende keer verder. Het is wel belangrijk dat we dan volgende keer zeker die paragraaf in totaal nog een keer herhalen. Ja, ja. Want tenslotte krijgen we hier de uitlegging waar de uitdrukking vrijmetselaar vandaan komt. Ja, want die is leuk, ja. Ja. Is dus wel belangrijk om dat een keer in één ademtrek te gaan zeggen. Oké, doen we dat volgende keer. We kunnen altijd eens een keer een paar zinnen teruggaan om die mensen daar terug in te brengen. Dat is helemaal geen probleem. We gaan volgende keer bij When Honorius Died in 1130 verder gaan. Ja. Ik zou dan graag eventjes gaan afronden. Ik kan mij excuseren daarvoor als ik een beetje machtig overkwam en jou hier en daar een keer in het woord gevallen ben. Maar ik vind dat is absoluut noodzakelijk geweest. Noodwendig, ja. Ja, voor die dingen die ik daar toen te zeggen had. Natuurlijk, natuurlijk. Ten slotte neem ik dat boek nu voor de derde keer door. En ik ga niet dezelfde fouten doen die ik in het verleden al gedaan heb. En ik wil deze vertalingen betere gaan doen. En als ik op de toeschouwers van deze video's wijs van dat er daar geen commentaar op kan krijgen. Ja, dan bekijk ik dat een beetje als het interesseert ons eigenlijk niet.
Maar ja, dan moet iedereen zelf weten wat hij met zijn eigen redding gaat doen. Ik kan jullie niet redden, Perry kan jullie niet redden, alleen Jezus Christus kan jullie redden. En daarvoor is het belangrijk dat je de juiste Jezus Christus aanspreekt. En als je dus gevangen zit in de leugen van de Romeins-Katholieke Kerk en je gaat daar naartoe en ontvangt die sacramenten van de Romeins-Katholieke Kerk en bidt een verkeerde Jezus aan, dan doe jij precies dat waarvoor de Jezus in de Bijbel gewaarschuwd heeft. Met alle consequenties van dien. Het gaat over jouw verlossing. Het gaat over jouw eeuwig leven. Niet over mijn, niet over dat van Perry. Ik heb mijn leven al lang in de hand van God gegeven. Ik ook. En ik kan alleen maar voor mij spreken. Perry ook. En wij weten welke God wij aanbidden en welke meester wij volgen. Weten jij het ook? Volgde jij Christus of volgde jij Antichrist? Dat is een vraag die je je moet stellen. En als je je die vraag gesteld hebt, dan moet je beginnen die vraag te beantwoorden. En ik hoop dat dit boek kan helpen dat je door de leugen heen kan zien die als een doek over je hoofd geplaatst werd op een ogenblik als je geboren werd om je te verblinddoeken en de waarheid van je af te scheiden. In dit opzicht wens ik je verder nog een prettige dag. Bedankt voor het luisteren en kijken en tot de volgende keer. Ja. Ik zeg op mijn hamburgers. Ja. Tjus. Oh, kan jij hamburgers? Oké, mensen, dit was Jurgen Klisman. En we hebben dus in het pagina 36 hebben we gehaald. Die gaan we volgende keer weer oppakken. En ik vind het ontzettend fijn dat jullie naar het einde hebben geluisterd. En dat je ook begrijpt dat Jurk en ik doen dit niet voor de kat zijn korte achternaam. We doen het echt dat jullie dit gaan snappen en begrijpen dat de Bijbel, dat is de consensus van de mensheid. Oftewel het woord van God. En dat ga je maar een keer begrijpen. Je gaat maar een keer je Bijbel pakken en dan is het geen King James, maar lees Genesis 1 vers 1. En denk daar een hele dag over na alsjeblieft. En daarna ga je Genesis 1 vers 2 lezen. En dan denk je weer een dag over na. En een nacht voor mijn part. Nou goed, dit was dus een mooie uitzending. Hartstikke fijn dat jullie hier naar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers, want ik kan helemaal geen Duits. Maar zakige tjus. En dag lieverds.